Wat je nou vroeger in het najaar ging ploegen, hoe laat ging je dan s'ochtends je bad? Een uur of vier. Ja, de eerste paarden voer en kammen. En dan, ja, dan een anderhalf uur in het donker. Dat deed maar een beetje op gevoel. Dat ging nog gemakkelijk als je mee bezig was. Ja, goed, maar je lang de paarden gestald. En dan ging je in een grillkot. En dat ging natuurlijk met een lantaarn erbij. Wat voor lantaarn was dat? Zo'n stormlantaarn. En heel vroeger, dat was voor mijn tijd, toen was mijn kerstlantaarn. Maar in mijn tijd was dat mijn zogenaamde stormlantaarn. Dat was dan meer een beetje nieuwer. Petrolie, maar je moest natuurlijk hier aan een grillkot ging weer eens eerst nog ging je mee naar de pet om ze te drinken. Om te laten drinken. Ja, en dan kreeg je dan weer eens ingespannen. En met hoeveel span was je dan? In de regen met drie tuig. Met drie tuig, ja. Met drie tuig en dan het grillen. En zo gauw mogelijk zien of je werk kwam. Ja. En dat was in de regen altijd nog een kwartier tot een half uur erin, dus het was opschieten. Ja. En wat voor soort ploegen ooit doen? Nou, dat waren zo'n beetje, volgens mijn idee, als ze nu zien, werkouderschap. Maar ja, niet anders. En vader die ook was een dikwijls om een andere gevraagd, want de veuren viel altijd dicht. En dan moest ik soms wel eens half op een drafje rijden om het een beetje omgekapt te krijgen. En dan deed de man er nog niet op besluiten om een orde voor me te kopen. Toen is later broer boeren horen en toen had ik eens een ploeg gekregen. Er kwam heel poflie naar kijken. En de laadbouw, dat was nu een ploeg van 155 gulden. En toen alle belangstelling, het was naast goed of ik een wereldwonder was. En daar had ik langer mee gereden dat ik zelf boer weer bij mijn broer. Ja. En dat was ons noemt een Brabazon. Ja, en een eenschar, ja. Geen waanploeg nog. En zat er een voorschar op, of niet? Ja, die was er ook bij. Ja. En had je dan al diezelfde tuigpaarden? Meestal wel, maar omdat ik een broer was van de bedrijfsleider, dat was mijn broer, dan werd me wel eens de broer ertoe vertrouwd. Ja. En dat waren in de regel 2 jaar. Ja, maar de knacht tot de meester een eigen tuur. Ja, de meester is een eigen tuur, ja. Maar ik was wel eens een beetje wisselend. En waren dat Maris of Runs? Meestal met Maris. Meestal met Maris. Met de bedoeling om een vol te kweken. Ja, juist.